Eigenlijk staat de KU Leuven bijzonder sterk in drie verschillende types van wetenschap, zoals het wel eens omschreven wordt door collega's. De nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap, het proberen te ontrafelen van fenomenen rondom ons, de kennis als doel op zich. Ten tweede de innovatiegerichte, probleemoplossende vormen van wetenschap, waar je probeert wetenschap te gebruiken als een middel om een doel te bereiken, een probleem op te lossen. Onze CO2-voetafdruk verkleinen, als een voorbeeld. Of de immuunreacties na een transplantatie proberen te vermijden. Het zijn kleine voorbeelden van een veel ruimere waaier natuurlijk. Het zijn twee vormen, die twee, waar KU Leuven een enorm sterke internationale reputatie rond opgebouwd heeft en die ongelooflijk sterk met elkaar verweven zijn. Er is een derde vorm van wetenschap die klassiek kritische wetenschap wordt genoemd. En daar gaat het toch eigenlijk om het inspelen op het debat van de dag in de maatschappij en vooral die maatschappij een spiegel voorhouden. En in die zin ook wel wat meenemen in een pad naar vooruitgang, naar verbetering, als het even kan. En om dat te kunnen goed vasthouden, hebben wij intussen al vele jaren geleden Metaforum ontwikkeld. Metaforum gelanceerd binnen de KU Leuven, eigenlijk een platform voor interdisciplinaire conversaties vanuit de wetenschap rond de maatschappelijke thema's van de dag. En dat kan gaan van duurzaamheid over de problematiek van armoede in de maatschappij tot natuurlijk wat we nu meemaken, een pandemie, hoe je ze voorkomt en eventueel oplost. Thema's zat en ze vernieuwen elke dag opnieuw. Wat we met Metaforum willen doen hebben is zorgen dat vanuit alle disciplines bijgedragen kan worden aan dat debat en dat we doorheen die dialoog en confrontatie van ideeën naar betere antwoorden komen om onze maatschappij ook een stukje te kunnen leiden vanuit die wetenschap. Wat we er eigenlijk altijd in gemist hebben is de internationale dimensie. Dat is de laatste jaren weer wat op gang gekomen. En net daar is een Leuven Institute of Advanced Study voor mij cruciaal. Laten we groeien vanuit Metaforum. Zorgen dat we sterke internationale fellows naar hier brengen in jaarprogramma's. Om onze eigen academici, onze eigen wetenschappers te voeden met bijkomende inspiratie en op die manier onze internationale ambitie, maar ook onze stem in dat maatschappelijk debat over onze grenzen heen luider te laten weerklinken. Dat is de toekomst die we vandaag beginnen te schrijven en waar ik me graag toe engageer om daar een bijzonder mooi verhaal van te maken.